3 jaar sleutelen onder een afdakje in de tuin van zijn vader in Gorssel. Dat had Maarten de Bruin ervoor over om zijn droomauto te maken. De Spijker Silvestris. Hij kocht de naam van het roemruchte automerk uit de jaren 20 bij een merkenbureau. En daarmee brengt hij de handgemaakte Nederlandse Spijker weer terug in het straatbeeld. Al ziet zijn ontwerp er iets anders uit dan de Spijker waarin koningin Wilhelmina reed. Maarten de Bruin begon 9 jaar geleden met het ontwerp van deze Spijker Silvestris. Het eigenlijke bouwen duurde 3 jaar. Je moet er natuurlijk wel gek van zijn. En je moet het idee hebben dat je inderdaad een auto kan bouwen die er nog niet is. Want volgens mij is zo'n soort auto is er nog niet. Het is namelijk een hele lichte auto met een hele zware V8 en helemaal met de hand gemaakt. De Bruin rijdt zelf rond in het prototype. Deze eerste versie heeft een topsnelheid van 250 km per uur. De uiteindelijke Spijker moet nog iets harder gaan en rond de 2 ton gaan kosten. Wat ben je aan het toemaken? Nou, ik heb vanmorgen een zware ochtend op het circuit gehad. Er was wat losgeschoten, dus moest ik eventjes vastnemen. Spijker. Is dit jouw eigen 8 gouden koets? Ja, ik denk het wel. Alleen deze is niet voor een ander. Deze hou ik wel zelf om te kunnen testen en als opstap voor de volgende auto's. Maarten de Bruin hoopt uiteindelijk zo'n 10 auto's per jaar te maken.